Ik had nooit verwacht dat ik dat ik het zo ver zou schoppen. Dat ik een bekende Nederlander zou worden. Dat had ik nooit verwacht. Daar zijn we dan in het bos. Ja, jammer dat de blaadjes van de bomen zijn. Ja, nou, die zijn naar beneden gevallen, net als jouw carrière. Ja, net als mijn carrière, ja, klopt. Hoe is dat nou? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, nou ja, je moet stoppen op je hoogtepunt, zeg ik altijd. En ik heb veel opgetreden, ik heb een... Je hebt de showwereld gezien en ervan mogen genieten. Ja, ik heb in Zuid-Holland opgetreden, ik heb in Noord-Holland opgetreden, Utrecht heb ik opgetreden, Noord-Brabant heb ik opgetreden, Flevoland heb ik opgetreden. Maar niet... Waren niet. Dus heb je nooit gedacht aan een internationale carrière? Nou, dit jaar doe ik nog 3 optredens. En één daarvan is in België. In Neerpelt is dat. Op het Koekenwouse Festival. Want waarom heb je ons eigenlijk hier meegenomen naar dit bos? Nou ja, in dit bos van Stiens kwam mijn inspiratie van Super de Soep. Dus, Super de Soep? En hoe ging dat nummer, Super de Soep? Want hij was Super de Soep, ik laat me even lekker gaan. Super de Soep, ja, de soep van het bestaan. Want hij was Super de Soep, de soep van het restaurant. Ik heb er niks meer op te zeggen en ook niets meer uit te leggen. Hier was het, je had soep gegeten op werk. En jij staarde dus naar dit water? Ik staarde dus naar het water en toen zat ik in één keer te denken aan de lekkere soep die we op het werk gemaakt hadden. En toen kwam mijn eerste inspiratie voor Soep de Soep kwam naar boven. En toen, het water deed je ook aan soep denken? Het water deed me ook aan soep denken, want ja, er gaat altijd water in de soep nou, als je het klaarmaakt. Als ik door was gegaan, dan had ik het heft niet meer aan eigen hand. En dan zie je wel bij veel artiesten dat ze dan aan de troep gaan. Misschien was ik op de nier dan ook wel aan de troep gegaan. Of had ik mezelf wel wat gedaan. Door de druk en media. En ja, dames die tegen mij zeiden op Facebook van dat ze wel een relatie met me wilden aangaan. Maar ja, dat denk ik bij mezelf van... voordat ik dat doe, wil ik eerst een date. Ik ga niet zomaar gelijk ja zeggen. Ik wil wel weten wie zo'n dame is. Heb je er een beetje op los gedate in je wilde tijd? Nee, dat niet. Een beetje? Nou, ook niet. Echt niet? Nee, want... dat is toch dus druk? Als ik dan met ze persoonlijke contact zoek, dan laat ze op een gegeven moment niks meer van horen. Dus dat is... Dat is wel vervelend. Ja. Ik had nooit verwacht dat ik dat ik het zo ver zou schoppen. Dat ik een bekende Nederlander zou worden. Dat had ik nooit verwacht. Maar ben je nu, dat blijf je natuurlijk wel in iedereen's gedachten. Dat klopt, ja. Maar voor nu, hier is jouw carrière begonnen. Hier is jouw carrière geëindigd. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor dit laatste gesprek. Wij zullen elkaar niet meer zien. Klopt. En vaarwel. Oké, dat gaat je goed. Het beste. Ja. Nou, veel plezier thuis op de bank. Dankjewel. En ja, dat gaat helemaal goed komen. Mooi. Hoi. Doei. En daar hebben we weer een ster minder. Een gedoofde ster. Onze Dumpertster. Dit is altijd fantasy. I still do love so true. In my world from love and peace. The sky is gorgeous blue.